Voor mij eigenlijk om het hoofdstuk af te sluiten en ook voor andere mensen en om geld op te halen voor nieuwe behandelingen en nieuwe onderzoeken en ook voor mijn overleden vriendin. Ja. Breda Nu. Iedereen die meedoet aan dit mooie evenement, Swim to Fight Cancer, heeft een verhaal. Het ene verhaal is aangrijpender dan het ander. En zo ook het verhaal van Heidi. Mijn moeder heeft vroeger verschillende miskramen gehad. Toen kwam er een medicijn op de markt, waardoor ze makkelijker zwanger kon raken. Maar dat heeft heel erge gevolgen gehad voor de dochters die eruit geboren zijn. En vorig jaar februari heb ik baarmoederhalskanker gehad. En toen ben ik geopereerd, heb ik een aantal chemokuren gehad. En nu ben ik schoonverklaard en hoop dat te blijven, want dat heb je en dat kunnen ze niet van je. Wat heeft het verder nog meer? Wat doet het verder nog meer met jou? Dat des? Ja, wat het met mij nu doet. Ja, ik heb dus ook een zoon die dus ook daar iets van kan overhouden. Ik heb een buitenbaarmoederlijke zwangerschap gehad en. Maar dit was dus wel het heftigste afgelopen jaar. Heidi, zo was 2018 voor jou ook geen fijn jaar. Nee, dat wil ik ook echt zo snel mogelijk vergeten. Daarom doe ik hier ook mee aan mee. Eigenlijk een slecht hoofdstuk afsluiten. En vorig jaar februari ben ik dus geopereerd en heb ik chemokuren gehad. En in datzelfde jaar is een vriendin en een oud collega van mij overleden ook aan kanker. Dus ja, dan denk je van, hoe dubbel is het eigenlijk in het leven? Breda Nu.